De openbare school Victoria te Asigrong in de district Brokopondo kan met heel wat problemen. Dit heeft de schoolleider Ketlinia Bini in een brief aangegeven. Deze brief las ze voor aan minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken, die in het district was in het kader van het schooltassenproject. Volgens schoolleider Ketlinia Bini heeft zij de zaken die betrekking hebben op het ministerie van Sport en Jeugdzaken aan de minister voorgelegd. Zij geeft aan dat de school met veel meer problemen kampt dan in de brief is aangegeven. Hierbij wil ondergetekende Jabinis, schoolleider van de OS Victoria, de volgende vraagstukken aan u voorleggen over de jeugd van Victoria en Asigro. Te weten, geen geschikte sportfaciliteiten, gebrek aan een speeltuin, het genieten van gezond drinkwater. En tussen aanhalingstekens heb ik ook aangegeven, het is al 11 jaar en 7 maanden dat we geen water hebben gezien uit de kraan. In deze omgeving, 11 jaar en 7 maanden. Weinig participatie aan sportevenementen die eventueel in andere dorpen worden georganiseerd. Dat komt vanwege de slechte start van de weg naar Victoria en Asigro. Dus als er wat is georganiseerd, dus het komt van sport en jeugdzaken met veel moeite, bereiken die kinderen van hier dus dan de plaats van bestemming. Jabini zegt verder dat de kinderen recht hebben op onderwijs in een kindvriendelijke omgeving. Het schoolgebouw staat op instorten en het is absoluut niet kindvriendelijk, benadrukt de schoolleider. U hoort ook minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken die de problemen aanhoorde en beloofde er werk van te maken. Gebrekkige sanitaire voorzieningen op school. Weinig communicatie met de jeugdparlementariërs van Brokopondo. Ik weet niet wanneer ze propaganda moeten maken, dus dan zien ze die kandidaten wel, maar vanaf dat moment tot heden hebben ze niemand meer gezien. En ik hoop dat u goede nota zal nemen van deze vraagstukken en indien nodig ze ook kenbaar maken aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Mevrouw Jabini, ik heb nota genomen van uw brief. Ik zie dat het één punt NH regadeert, één onderwijs en de rest voor sport en jeugdzaken. Ik beloof u dat we heel binnenkort samen met de DNA-leden en de overige collega's er werk van zullen maken. Ja? Lalini Gopal, minister van Sport en Jeugdzaken, en daarvoor Ketlinia Bini, schoolleider van de openbare school Victoria te Asigrong. Zij spraken over de problemen waar de school mee te kampen heeft.